Yay! Yay! Welkom bij Brieven Maandag! Nee, toch niet. Nee, het is Xbox. Welke dag is vandaag? Woensdag. Zondag. Woensdag. Nou. Boris. Ja. Ik ben anderhalve week geleden een Xbox One wezen halen. Ja. In Duitsland. Absoluut. Dat ben je zeker. Nog eentje staan. Een Day One Edition heb je al met de achievement. Heb je die al gedaan? Nee, ik heb nog helemaal geen ene code ingelost wat hierbij zat. Want ik wilde gewoon weten of het allemaal werkte. Dus ik dacht eerst van hup, ga ik erin gaan. En ik vond het veel belangrijker of mijn account zou werken, ja of nee. Ja. Heb ik het natuurlijk al over gehad. Werkte als, ja. als een trein. Je was toch een beetje anderhalve week aan het zeuren van Dennis, neem dat ding nou eens even mee. En blablabla. Ja, sterker nog, Microsoft had ons gewoon eentje moeten geven. Ja. Hebben ze niet gedaan. Daar hebben ze toch wat moeite mee blijkbaar. Dus ik heb hem meegenomen. Ja. En ik moet zeggen, het doet me altijd een beetje pijn. Ik ben niet een materialistisch iemand, ik heb het er wel eens vaker over gehad. Ja. Maar ik durf eigenlijk nooit echt, als ik de consoles weg heb gezet, ja, dan wil ik je eigenlijk meer niet meer dat hij daar weggaat. Wat grappig, ik ben totaal ik trek de kabels los. Ja? Ik vind het heel erg als er nou een crash op komen. Ja. Dus bij deze, alle stagiairs, stelletje klootzak, ik laat hem niet een paar dagen staan. Als ik ook maar merk dat er één klein krasje zit op het pianolak, dan krijg ik een nieuwe van je. Dat meen ik serieus. Kijk. Tof. Hey, gaan we hem ook met Kinect en alles neerzetten? Zo? Ik heb Kinect meegenomen. Okay. Gewoon om te laten zien hoe goed dat werkt. Ik heb de controller meegenomen. Ik heb geen HDMI-kabel bij, dus moeten we even deze gebruiken van de PlayStation. Kijken of die werkt. Ja. Zullen we maar beginnen? Ja, laten we doen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga echt iets heel erg flauw doen. Wat dan? Ik ga er een plastic zak onder. Nee. Je gaat te ver. Je gaat even weer dat te ver? Ja, dat vind ik echt te ver. Waarom? Dit is toch, dit is wel een beetje mijn kindje voor de 7 jaar. Ja, nou ik vind het tof dat je er zo verliefd sommige mensen hebben echt een hele brute PC en alles, bij mij zijn het de consoles. Ja, nou ik vind het ook tof dat je er. En ik vind het goed. Misschien moet ik het niet doen, misschien stel ik mij Ik vind eigenlijk de doos nog belangrijker, omdat ik het een mooie doos heb. Het is de Day One Dit is overigens, ze zat er eigenlijk nog een hoes overheen, omdat FIFA gratis bij zit in Duitsland natuurlijk. Okay. Ja, de code heb ik ook nog niet ingelost, want die speel ik op de PlayStation, omdat die daar toch blijkbaar iets beter is qua framerate. Oké. Nou, dan gaan we. Ja. Oh, het is wel een mooie doos. Ik kan nu al zeggen dat hij beter verpakt zit dan de PlayStation 4. Ja, nou dan moet ik zeggen, alle plastics zijn er al vanaf en alles. Ja. Alle boekjes leggen gewoon thuis. Ja. We beginnen met de controller. Je hebt één controller. Ik heb één controller. Oké. Okay. Een Day One Edition. Nou, dat is wel tof. Kijk, er zat een Day One Edition op. Kijk. Ja. Ik wil dat jij deze voelt. Wat jouw eerste. Ik vind hem zwaar. Zwaarder dan ik dacht. Ja? En wat ik heel tof vind aan deze controller is dat de triggers. Die nu natuurlijk echte triggers zijn, of wat zal waar natuurlijk, maar op het moment dat je ze helemaal indrukt, dan raken ze iets wat van rubber is. Weet je, dus het is niet klik, maar het is een soort van, het voelt duur, ze hebben het duur gemaakt. Voel je het duurder voelen? Doe tril eens mee. Ja, dat is die rumble. Dus bij deze is niet, kijk. Ja. Ik vind deze solide aanvoelen. Ja, maar dit is ook echt, Xbox, normaal Xbox. Ja, dit is ook wel echt een hele goede controle. Doet het ook trouwens. Ja, maar. Kijk, gewoon dit. Ja. Een 4-punt-druk toets, gebruik die eens. Ja, die is cheap. Dat is de cheapest druk. Raar, hè? Ja. Want ik was er zo blij mee, maar als ik nou indruk heb je wel dat klikje. Ja. Maar het blijft soms een beetje hangen of zo. Misschien dat het aan deze legt, maar goed, in het algemeen, het is gewoon de Xbox controller en die is gewoon goed. Ja. Deze had voor mij best wel weer in het midden mogen zitten. Ja, dat vind ik ook. Maar goed, whatever, details. Muggenzifterij. Cool, inderdaad. Het tweede. Mm-hmm. Het ding waar het zoveel over ging natuurlijk afgelopen maanden. Kinect. Ja. Ik vind hem absoluut niet te lelijk onder de tv. Hij is minder breed dan ik gedacht had. Ja, het is gewoon niet zo'n heel groot ding. Het is natuurlijk voor de voice, dit is het dingetje. Het grappige is wel, ook al staat jouw Xbox standby, als jij s'nachts erin kijkt, je ziet gewoon lampjes, lichtjes. Ja, op een of andere manier. Hij is gewoon bezig. Hij is gewoon aan het kijken wat ik aan het doen ben, inderdaad. Tuurlijk. Dus die leg ik even tussen ons in. Want als je deze set hebt, je kan hem gewoon serieus gewoon erin laten zitten. Hoef je hoeft hem niet. Maar je moet hem eruit halen, want de grote jongen, Soef. Soef, daar zit hij, ja, Xbox One. Kijk, die zit hieronder. Kijk, je ziet nu al wat een stofhapper het is. Ja, je hebt er flink wat vlek op gemaakt ook. Nou, het is echt een... Zo, nou, kijk. De Xbox One, het apparaat zelf. Hij is echt goed groot. Ja, hij is groot. Hij is niet per direct... Het grappige is, als je die erbij pakt, doe het gewoon eens. Net als de PlayStation. Zet hem wel even uit. Dan zet ik hem echt uit met de knop. Ja, omdat ik de controle even moet chillen. Hier. Hij is uit, het is oké.
Als je die er even bij pakt, kijk. Is de PlayStation niet eens zoveel kleiner? Nee, maar kijk, gevoelsmatig. Maar gevoelsmatig, kijk eens. Dat scheelt vrij weinig. Ja, bizar. Ja, maar dan moet ik wel zeggen, het grote verschil zit natuurlijk ook in die voeding. Dat is nu weer zo'n bakbeest erbij. Oh, heb ik die wel meegenomen? Ja. Zo, ik schok eventjes. Ja. De voeding is gewoon weer exorbitant groot. En dat zit hier natuurlijk in. Dus dat, dan is, dat is wel een groot verschil. Ja. Goed, cool, gaan we hem nu aansluiten onder de televisie. Moet je nog aan de achterkant kijken? Nou, deze achterkant is echt veel meer gaten dan in de PlayStation. Gaten? Kijk, twee HDMI-ingangen. Eentje dus voor de tv. Ja. Want hier kan je straks je kastje indouwen. De tv we kunnen de PlayStation ook aansluiten aan dat ding, toch? Ja, dat zouden we even kunnen proberen. Er zitten al heel veel dingen in. Maar goed, de helft weet ik niet eens wat het is. Oké. Okay. Ja. Cool, doos aan de kant. Doos aan de kant, even al die zooi weg. Oké, oké, oké. Deze hou ik er lekker onder. Oké, kijk. Dat valt onder mij, hè? Ik kan niet wachten, hoor. Kan je niet wachten? Krijgt hij nu wel adem? Ja, natuurlijk. Haal ik dan... Dus dat loop ik op, nee. Ja. Kijk. Maar nu gaat hij nog niet aan. Nee. Xbox moet, on. Nee, er moet nog wat een en ander gebeuren. Huh? Xbox... aan. Weet je wat je in het Duits moet zeggen? Nou? Xbox. Xbox? Ja, dat zit dacht ik, ja. Echt serieus, als je Sexbox zegt, werkt het al. Ja? Dat was een heel ding. Ik ben met Rise, Son of Rome bezig geweest. Ja. Ik merkte gewoon dat voice... Hij is echt gebouwd voor mij. Ja? Ja. Dus hoe slecht... Dus hoe harder je gaat schreeuwen, hoe beter je begrijpt. Tering, hè? Ik ben echt een draad vergeten. Niet. Ja. Nee. Je bent dit vergeten. Serieus, dat vergeten. Maar dit is wel een universele... Ik hoop echt dat het een universele is. Ik zat al van kut. Nee, hè? Ik heb hem eruit. Ik weet zeker dat ik hem eruit getrokken heb. Thuis. Ja, dat zal wel, denk ik. Ja, hoppa. Ik zou hem nou opblazen, denk je. Nee. Ja, goed. Wel gelachen in ieder geval. We hebben sowieso gelachen. Even kijken, waar gaat deze in? Deze gaat hierin. Sexbox! Hij doet het dan niet, Dennis? Hij Kinect moet... Net draadje natuurlijk. Hij werkt trouwens ook zonder internet, hoor. Alleen je hebt wel die Day One patch nodig. Oké. Okay. Ga je het nou roepen? Hij is aangereden. Ik zit even te denken of... Sexbox! Xbox on! Xbox on! Xbox ga aan! Ik weet niet of het zo werkt. Ik zit nou rustig te denken. Je moet gewoon tegen, je moet er een Dennis naast hebben. Dennis, start reis! Ja, lukt wel. Gaan we doen. Hoe doet hij het? Eerst moet even vinden waar die ergens is. Het is er niet, hè? Kuttevee, het is altijd hetzelfde. Ah, als ik één ding haat, zijn de kleuren, HDMI-kabels. Oh, en ik heb thuis echt veel last van. Gek van alles.